Epische double kill, bitches! Oh yeah, als een baas. Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe, spliksplinternieuwe aflevering van Minecraft Skywars hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En ik heet jullie allemaal weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Fuck yeah! Ik heb alweer direct een enderpearl hier in de Cube Craft Games server. Jongens en meisjes, ik doe gelijk even mijn armor aan, want dat is uiteraard heel erg belangrijk. Ik pak mijn God Apple erbij. Ik pak ook gelijk even mijn goede bow erbij. En het enige wat ik dan eigenlijk te zeggen heb is let's freaking go. Ik heb het idee dat dit weer een heel episch potje gaat worden en ik hoop dat ik gelijk even wat tegenstanders onderuit zou kunnen gaan halen. Onder die kerel daar verderop, want ik heb namelijk het idee dat als ik hem één keer raak, dat hij dan onderuit is gehaald. Maar dat even terzijde, ik teleporteer mezelf naar het midden toe, want ik heb er namelijk een enderpearl voor en dat is natuurlijk een heel erg groot voordeel. Al heb ik wel het idee dat hier meerdere mensen zijn. Oké, ik weet het niet zeker. Laten we er maar gewoon vanuit gaan. Oeh, nice! Ik heb gewoon weer een enderpearl. Super! Dan kan ik namelijk hier gewoon alles looten. En wanneer ik dat... Kijk, ik wist het, hè. Ik wist het. Gelukkig heb ik een god apple genomen. Gelukkig heb ik een god apple genomen. Heb jij ook een god apple genomen? Nee, 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 nee. Ja, je hebt geen god apple genomen. Kut, er is nog één. Ik heb wel een extra enderpearl erbij. Fuck yeah, ik heb nu gewoon twee enderpearls. Fuck you, bitch! Lekker voor je! Dan kun je misschien wel Iron Man zijn, maar ik ben alsnog de baas. Oké, guys, het potje gaat tot nu toe al echt ongelooflijk goed. Ik heb het idee dat die kerel die daarnet was gewoon deze kist nog niet eens geloot heeft. Wacht, no way. Weer een... Wat? Ik heb nog nooit 4 enderpearls in mijn inventaris gehad. Dit is insane. Oké, ik eet heel even snel een god apple, want ik weet namelijk zeker dat ik zo meteen weer aangevallen ga worden. Ik kan nu eigenlijk gewoon 4 mensen kan ik gewoon doodmaken, omdat ik namelijk 4 enderpearls heb. Dus wat ik doe, is hem probeer ik even onderuit te halen vanaf deze afstand. En fuck yeah, het is me nog gelukt ook. Dan ga ik nu kijken of ik hun daar onderuit kan gaan halen. Dat moet namelijk ook wel gaan lukken. Ja, dat is één. En de tweede, de tweede, de tweede, de tweede. Fuck you, bitch! Als een baas! Oh man, dit gaat zo ongelooflijk goed. Kan ik hem er onderuit halen? Waarschijnlijk gaat het niet lukken, of wel? Dat is waarschijnlijk veel te ver. Wat ik wel kan doen, is mezelf eerst naar dat eilandje toe teleporteren. Want daar is namelijk iemand. Dus als ik mezelf nou daar naartoe kan teleporteren, wat niet lukt, of wel? Nee, dat lukt niet. Oké, dan moet ik dichterbij gaan. Ik heb nog 2 enderpearls over, guys. Kom op, dit moeten we kunnen. Dit moeten we kunnen. Vanaf hier. Weet je, ik teleporteer mezelf wel eerst daarop. Is hij hieronder? Hij is hieronder of niet? Hij is hieronder of niet? Ik zag hem. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Serieus, waar is hij? Oh, ze zijn allebei daar. Oké, ik eet snel mijn god apple. Ik teleporteer mezelf op die boom als het kan, of tegen die boom aan. Ja, die is dood. Die is dood. Epische double kill. Epische double kill, bitches. Oh yeah, als een baas. Oké, ik ben sowieso derde, tweede of eerste. Dat is een gegarandeerd iets. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als ik hetgene wat ik als derde zei kan garanderen. Namelijk het worden van eerste. Maar waar zijn de twee laatst overgebleven? Dat is een beetje de vraag van het moment. Om het even op die manier te benadrukken. Dus wat ik doe, is ik bouw mezelf sowieso even naar mijn buureilandje toe. Holy shit, guys. Het gaat zo ongelooflijk lekker. Ik ben met een dikke killing streak bezig. Echt insane hoe het nu gaat. Niet te geloven. Ja, wat ik doe, is ik bouw mezelf even hier naartoe. Ik kijk heel even rond waar ik het beste naartoe kan lopen. Is hier nog iemand onder? Oké, daar is die kerel. Oké, daar moet ik in principe wel kunnen komen. Ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik vanaf het ene eilandje elke keer weer naar het andere eilandje toe loop. Want ik zie er daar één. En er moet er nog eentje zijn. Waar is die andere dan? Want dat weet ik namelijk momenteel niet. Ik wil het liefst altijd... Oh nee, dat is de laatste overgebleven. Oh shit. Hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Ik weet waar de laatste overgebleven is. Misschien kan ik hem er zelf wel afschieten zometeen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Als ik hem gewoon van een afstandje kan killen, dan is het namelijk sowieso gelukt. Dus wat ik doe, is ik bouw me heel even naar het eilandje naast mij toe. Dan kan ik namelijk van dat eilandje vanaf dat eilandje een beetje oriënteren van wat ik nou precies wil gaan doen. Want hij staat verderop en hij heeft geloof ik echt totaal niets door. Dus in principe zou dat kunnen betekenen dat ik aan het winnen ben. Al heb ik het idee dat hij mij zo direct wel door gaat krijgen. Dus ik moet echt ongelooflijk snel naar het juiste eilandje toe komen en hem proberen eraf te schieten. Want ik weet namelijk zeker dat ik dit wel kan gaan winnen. Maar dan moet ik er wel voor zorgen dat hij niet in het voordeel is qua dat hij mij eraf schiet of iets dergelijks. Even kijken, hij is nog steeds bezig, guys. Hij is daar nog steeds bezig. Oh, dit is zo ongelooflijk spannend. Je weet namelijk niet wanneer het verkeerd gaat. Voor hetzelfde geld besluit hij in één keer te gaan schieten. Dan ben ik screwed. Maar ja, voor hetzelfde geld doet hij dat niet. En dan is hij screwed. Want dan kan ik hem namelijk onderuit halen. Dus het is heel moeilijk. Maar het gaat tot nu toe in ieder geval hartstikke goed. Hoppakee. Even kijken. Oké, dan moet ik alleen nog even deze twee aan elkaar koppelen, denk ik. En dan zijn denk ik bijna alle eilandjes wel aan elkaar gekoppeld. En dan zou het in principe wel goed moeten komen. Dus let's go for it. Hoppakee. Of moet deze nog aan elkaar? Oké, deze moet ook nog gekoppeld worden. Dan zijn echt alle eilandjes die zij dan aan elkaar gekoppeld. En omdat alle eilandjes... Oh kut, ik word bekogeld. Ik word door hem bekogeld. Hij heeft mij door, guys. Hij heeft mij door. Ik hoop dat hij geen bow bij zich heeft. Dat zou namelijk helemaal een groot voordeel voor mij zijn. Maar hij kan voor hetzelfde geld wel een bow bij zich hebben. En dan zijn we wel natuurlijk een beetje de pineut. Ik ben geloof ik echt ongelooflijk dichtbij hem, of niet? Ja, hij is daar. Kijk, 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 kijk. Ik kan nu eigenlijk als het goed is in één rechte lijn gewoon naar hem toe rennen. Hij heeft me donders goed door. Hij heeft me... Come on. Come on. Ja?
Ja, als een baas, people, Jopje won the game. The server will now restart. Fuck yeah, guys. Dit was een zeer, zeer, maar dan ook echt een zeer episch potje. En ik hoop dat jullie hem allemaal stuk voor stuk even episch vonden om te kijken als dat ik het vond om dit potje voor jullie op te nemen slash te doen. Fuck yeah. Oké, jongens en meisjes, de tweede map die ik in deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars voor jullie ga spelen, dat is de one and only Mushroom map. En ik vind het ook echt een geniale map om in te spelen. Dus laten we hopen dat dit weer een zeer episch potje gaat worden. Misschien wel net zo episch als het vorige potje was. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik dat wel een beetje betwijfel. Want het vorige potje kon eigenlijk gewoon de definitie van episch zijn. Want holy shit, wat was dat motherfucking awesome. Wat ik doe, is ik ga gelijk op hem schieten. Want ik heb namelijk het idee dat als ik nu punch heb, dan kan ik hem letterlijk in één keer eraf schieten inderdaad. Fuck yeah. Oké, nice. De eerste kill die is dus al binnen. Ik pak mijn goede zwaard erbij. Ik heb mijn goede bow erbij. En eigenlijk moet ik nu wel even naar beneden gaan om te kijken of ik hier misschien ook nog wat episch in mijn kist heb zitten. Want de eerste kill die is namelijk alweer in de pocket. Dus het begint in ieder geval wel heel erg episch. Ik heb ook nog eens twee god apples bij me, waar ik er eigenlijk in het begin altijd wel eentje van opeet. Ik heb hier nog heel veel andere shizzle, de McFlizzle, Nizzle, Bizzle bij me. Wat ik eigenlijk niet echt nodig heb, maar ik neem het voor de zekerheid maar gewoon even mee. Gierige Nederlander in de motherfucking building. Oké, kan ik hem onderuit halen? Ik hoop het. Hij doet echt zijn best om zich te ontwijken. Maar dat lukt hem niet helemaal. Sterker nog, ik ben hem aan het ownen, bitch. Oh my god, geniaal. Die kerel die denkt van, nee, ik kan je ontwijken. En ik dacht van, nee, dat kan je niet. Nou, dat gaat in ieder geval alweer hartstikke goed, jongens en meisjes. Er zijn al 6 mensen, zijn er al dood. En ik heb er daar 2 van vermoord. Dus dat gaat in principe tot nu toe hartstikke goed. Laten we het daar anders maar gewoon even op houden. En laat ik dan gelijk even kijken of ik vanaf dit eilandje naar het eilandje naast mij kan komen. Dat ze namelijk ongelooflijk awesome zijn. Let's go for it. En dan moet ik even kijken of ik misschien vanaf hier een beetje kan arschrijven. Ik zie denk ik iemand uit de lucht vallen. YOLO denkt hij, of hij wou gaan. Weet ik veel. Misschien wou ik wel gaan skydiven. Misschien dacht hij van, hé, ik wil helemaal geen Skywars spelen. Ik wil skydiven. Nee! No way! Heb ik nou mezelf beschoten? Of niet? Oh my god. Ik heb iemand gekilled. En tegelijkertijd, echt precies 1 seconde nadat ik iemand killde, werd ik zelf gekilled. No freaking way. Ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb toch aardig wat kills weten te maken in dit best wel korte potje van Minecraft Skywars. Hier in de QCAP Game Server. Hier in de Mushroom Map. Laten we anders maar gewoon snel doorgaan naar het volgende potje. En laten we hopen dat het gezegde 3 keer scheepsrecht tot zijn waarde komt. Let's go. Oké, jongens en meisjes. Ik wil deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars met jullie graag gaan afsluiten in de Music Map. En dit is ook een best wel epische map, al zeg ik het zelf. Het is uiteraard een map die in de band staat van muziek, wat jullie zeer waarschijnlijk al wel was opgevallen. En ja, ik vind het een hele leuke map om in te spelen. Dus ik zou zeggen, laten we hopen dat dit een beetje een epische afsluiting gaat worden van deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars. En als jullie nou meer Skywars willen, dan kunnen jullie maar dat natuurlijk even in de comments laten weten. En als jullie deze video nou leuk vonden, mogen jullie me uiteraard een blauw duimpje omhoog geven. Dat moet je natuurlijk alleen doen wanneer je de video ook daadwerkelijk leuk vond. En niet alleen omdat ik het zeg. Ja, jongens en meisjes, ik pak gelijk even mijn goede zwaard erbij. Ik pak even mijn golden apple erbij. Ik heb jammer genoeg nog geen bow weten te krijgen. Dat is dus wel weer een van de iets kleinere nadelen. Maar wat ik even ga doen, is ik ga gelijk even kijken of ik bij de persoon naast mij zou kunnen komen. Dat zou namelijk een heel erg groot voordeel zijn. Al heb ik het idee dat hij daar niet echt heel erg veel zin in heeft. Dus wat ik doe, is ik hoop dat hij me zo meteen weer gaat proberen te beschieten. Oké. Ik moet even goed kijken of hij hier nog is. Hij is hier nog. Hij is hier nog. Fuck you, bitch. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, eieren. Come on, eieren. Come. Oh, kut. Weg. Oké, nice. Ik heb een god apple genomen, guys. Nu kan ik hem aan. En dat weet hij. Nu kan ik hem aan. En dat weet hij, bitch. En dat weet hij, bitch. En dat weet hij, motherfucker. Oké, tot nu toe is het goed gegaan, guys. Tot nu toe is het goed gegaan. Ik hoop dat die kerel die net op mijn vijand aan het schieten was, waar ik dus mee aan het PvP was, dat hij wel bij mij wil horen. Ja, die wil bij mij horen. Super. Oké, daar wil ik wel mee team. Daar wil ik wel mee team. Want die. Oh, kut, kut, kut. Sorry, ik wou hem bijna slaan, maar die beschermde mij. Dat is een goed teken. Ik heb alsnog het idee dat hij mij zo meteen gaat backstabben wanneer hij daar de mogelijkheid op krijgt of niet. Nou, hij gaat maar niet backstabben. Oh god, guys. Dit is zo ongelooflijk awesome. Oké, ik ga gelijk even kijken of ik bij mijn buureilandje kan komen. Dat zal awesome zijn, dus let's go for it. Nee! Deed hij dat nou? Oh nee, dat deed hij niet. Ik denk al, want ik ben gewoon vermoord door de kerel met wie ik aan het teamen was. Wat? Maar dat was schijnbaar niet het geval. Nou ja, jongens en meisjes, het was in ieder geval weer een super episch potje. En dus ook weer een awesome potje om deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars mee te beëindigen. Fuck yeah. Nou ja, jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal weer ongelooflijk bedankt voor het kijken van deze gloednieuwe, splinternieuwe aflevering van Minecraft Skywars hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Heb ik jou nou kunnen vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars? Dan kun je hem uiteraard even een blauwe duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die rode abonneerknop drukken hier onderaan de video. Op die manier blijf je namelijk 24/7. Dat is voor altijd. Wat? Op de hoogte van alles wat ik doe rondom dit kanaal. Dan wil ik jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie allemaal graag weer terug bij de volgende aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dan zeg ik, later mensen.